Voor de laatste week van de Very Good Trip rijden Rob en Denise richting Zwitserland. Een gelegenheid om nog enkele steken te breien. Tot aan Nieuw ga ik heel hard verder breien. Zodat ik daar een nieuwe kleur kan beginnen. Want we moeten winnen. Ik zag die Spanjaard breien. Alsof we leven er vanaf in. Nou, dat ga ik ook doen. Welkom in Zwitserland. Wat wordt de volgende stad, Denise? Ja, dat is leuk. We gaan van Lyon naar Nyon. Nyon, een charmante Zwitserse gemeente waar je kan genieten en ontspannen. En nu een verrassing. Oké. Nu moeten we het schilderij afmaken en daar verplicht Renaud Wind op de weg schilderen. Elk van jullie moet bovendien een portret van de andere maken. Met andere woorden, word weer een kind en schilder met je vingers het Very Good Trip avontuur. Ik vind hem wel mooi. Dank je. Rob is gewoon cool. Peace. Dit is Denise. Dit is Peace Gangster Rob. En de regenboog. En de zon. Ja. En het gewoon het groene, natuurlijke, vrije gevoel. Ja. En nu kunnen jullie genieten van een welverdiende rust. 17e dag van het avontuur. En nog steeds in Zwitserland. Voor de laatste week van de Very Good Trip. We zijn het Nederlandse team. We gaan winnen. We gaan met de Renaults naar huis. Ja. Het Nederlands team, dus pas op. Yeah! Vandaag is een hele belangrijke dag voor onze twee kandidaten. Richting Basel. En zoektocht naar een Nederlandse enclave in het hartje van deze Zwitserse stad. Nou, vanavond gaan we voetbal kijken. Nederland, Uruguay. Nederland gaat nu wel winnen. Dat gevoel heb ik wel. Denise en Rob verkleden zich in de kleuren van een voetbalteam. En gaan een pub binnen. De gezichten staan gespannen. Het is het doelpunt van de hoop en de overwinning. Het einde nadert. Nederland wint! Rob en Denise zijn in de zevende hemel. Misschien is dit een teken voor de afloop van hun avontuur? De breiwedstrijd gaat naar zijn einde toe. Onze Nederlanders zijn echte breiprofessionals geworden. Vandaag worden jullie inspanningen beloond. 8.187 vierkante centimeter. Insteken, omslaan, doorkrijpen, afgaan. Het was een hele meting om de oppervlakte te berekenen. Bravo, jullie staan op de vijfde plaats en winnen 2000 punten. De stemmen doen de rest wel. Maar daarvoor moeten jullie de slag in de volgende challenge. Richting Stans en de magische wereld van het circus. Maar nu blijkt dat Denise een klein probleempje heeft. Denise is heel bang dat we trapeze moeten gaan doen. Nee, geen trapeze. Geen trapeze, ik wil niet de lucht in. Jullie worden hier echt een trapezewerker. Wat Denise vreesde gebeurt. We blijven positief en gaan door. Kleine demonstratie. Indrukwekkend, hè? Ja, we gaan hoog in de lucht, dus dat vind ik eigenlijk al sowieso een hele leuke uitdaging. En nu, Denise is aan de beurt. Nog eerst een kleine opwarming. Dan gaat ze de lucht in. Heel goed, Denise. Denise herstelt zich en tracht haar angst te beheersen. Bent er bijna? Ja! Oké. Okay. Ja.
Ze slaagt er niet alleen in, maar vindt het leuk ook nog. Goed gedaan. Yes. Ik voelde me wel enigszins veilig toen ik boven zat, dus ik was niet heel bang meer. Ik vond het enger toen ik het zag, dacht ik, oh nee. Maar als je eenmaal boven zit en dat je het allemaal voelt, dan... Ja, ik voelde me best wel veiliger. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb helemaal klamme handjes en mijn hartslag gaat wel sneller dan normaal. Dus ik ben wel zenuwachtig, maar ik ga gewoon mijn best. Rob was ook niet gerust, maar hij gaat ervoor en voert de opdracht onmiddellijk uit. Yes! Op het Nederlandse team. En dat vind ik wel heel stoer van ons. En ook nu ook met hoogtes. Denise heeft ook gewoon gedaan. Bravo! Oliver! De Zwitserse natuur geeft aan onze kandidaten de Beatles attitude. The yellow submarine, the yellow submarine, the yellow submarine, yeah, we all here. Aangezien jullie zo goed geluimd zijn, volgt nu een uitdaging die ongetwijfeld bij jullie past. Een tegel challenge. Free hugs. Anders gezegd, jullie mogen gratis knuffels uitdelen. Thank you. What the first one? And second. Yes. Yeah. Yes. Thank you. Thank you. Oh, can I ask you? Yeah. Mannen, dat gaat heel goed. Vrouwen, best wel. En wie kan aan onze Denise een knuffel weigeren? Only one, hè? Huh? You are the biggest. Yeah, that's great. Na de Renault wint is het Rob's beurt. Yeah. You want to give me a hug? It's for free. It's for free. Thank you very much. Thank you. En hij heeft veel geluk vandaag. Thank you very much. Please. Nog maar een paar. Please. Yeah. Thank you very much. Thank you. You're the best. Eén vrouw. We hebben heerlijk geknuffeld vandaag. Oh, het was zo'n fijn gevoel. Dit vond ik de leukste challenge tot nu toe. Ja, gewoon echt liefde in de lucht. Sowieso vind ik dat er meer geknuffeld mag worden. Ik vind knuffelen gewoon eigenlijk echt heel leuk. Dus dat vond ik een hele leuke uitdaging. Gewoon meer love in de air. Ja, we gaan knuffelen. Nee, leuk idee om deze mooie dag af te sluiten. Laatste dag van de week. En van de Very Good Trip. Rob en Denise hebben met brio aangetoond dat ze voor niets bang zijn en haalden veel challenges binnen. Ik heb de Very Good Trip zo erg leuk gevonden. Het was echt een unieke ervaring voor ons, denk ik, alle twee. Inderdaad, het mountainboarden en het veeljappen, het is gewoon iets spannend. Ik vond het echt, ik vind het zo leuk met jou en vier weken met jou optrekken. Het is een cadeautje. Hierdoor zijn ze in de top 3 van het klassement geraakt. En niks is verloren. Het laatste ritueel zal wel eens alles kunnen omgooien. 5.000 tot 20.000 punten staan op het spel. Would you please help us? Daarvoor zullen ze tussen de 50 en 100 personen moeten verzamelen. Niet gemakkelijk, maar het loont echt de moeite om nog een laatste inspanning te leveren en misschien naar huis te gaan met de 2 cabriolets. Would you please be with me on the picture? We need as many people as possible. We're going to make a picture. We wilden de foto nemen, maar ja, natuurlijk probeer je elke keer nog meer mensen erbij te halen. En Momo Supreme liepen ze weg. Please take them back, sir, please. Rob en Denise zien de overwinning in rook opgaan. I think we are going to quit now. Because I think there's no people anymore for 50 persons in this empty, boring Zurich. Hello. And do you have a very big group and this is from heaven. So would you please be with us? Sure. Zal Zurich onze 2 warriors geluk brengen? Zullen Rob en Denise binnentreden in de annalen van Renault? We beginnen met iedereen. Ik denk dat iedereen hun hartstikke allerbest heeft gedaan. En we hebben het gewoon superleuk gehad. En zijn onwijs dankbaar dat we deze kans hebben gehad. Precies. Met elkaar. Ja, inderdaad.